Kijk, de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid staat in mijn wettenbundel. Publiek recht 2020-2021. Terwijl die eigenlijk nog helemaal niet erdoor zou zijn. Maar hij stond er al wel in. Is het irritant, man? Ja, ik vind het heel... Ja? Kom niet terug, anders krijg je weer een bekeuring. En als hou je niet aan. Wat zegt u? Ik ga je niet aanhouden. Dus ik krijg geen plek meer. Nee, dus en wat gaat u dan doen? Gewoon de hele tijd bekeuringen geven. Ja. Nee. Doe gewoon even een ander trekje. Nee, ik vind dat niet echt netjes van u. Wij ons niet gaan vinden. Ja, daar ben ik me van bewust. Dan, wat is het in je handen verhaal? Nou, daar ben ik me van bewust. Ja, dus, heeft u daar hulp voor of zo? Of dat u daar... Nee, ik heb daar geen hulp voor. Want er zit hier natuurlijk de Pauluskerk, zeg maar. Het zit hier echt op het hoekje. Maar daar kan je niet slapen, toch? Nee, maar daar zitten wel mensen, zeg maar, die eventueel kunnen helpen, zeg maar, aan de slaapplaats. Nee, ik ga ervan uit dat alles zichzelf uitsorteert op een gegeven moment. Oké. Okay. Ik ben dit pad ook zo opgegaan, dus ik verwacht dat ik het pad ook zo zal verlaten. Ik verwacht dat er nog een slaapplek uit de lucht kan vallen voor u, zeg maar. Bij wijze van spreken, ja. Dat ja. Okay. In zekere zin gebeurt dat ook, hoor. Wat dat betreft. Ja. Nou ja, goed. Kijk, ik hoop het dan voor u. Ik bedoel, 10 graden is nog te overzien. En u bent niet de enige hier in Rotterdam. Ik bedoel, we hebben meer mensen, zeg maar, die geen dak boven de hoofd. Nou, min 5 is ook nog te overzien. Ja, nou ja, goed, weet je, daar klaar ik dan nu over. Ja. Ik ben hier ook dan niet meer, dus... Nee. Ja, kijk... Ik weet eigenlijk niet waar ik het volgende uur ben. Ik weet wel dat als ik terugkijk naar hoe vaak ik per stad, zeg maar, waar ik ben geweest en hoe lang... Uh-huh. Dan ben ik hier over 5 dagen of zo weg. Ja. Dus ja... Dan heeft het ook geen zin voor mij om te gaan investeren in een vaste plek of zo. Nee. En hebben we plannen waar u heen wil? Want ik zie dat u uit... Ik heb geen plannen. Nee. Helemaal niet eigenlijk. Nee, dat is de essentie eigenlijk van wat ik doe. Ja. Nou ja, goed. Weet je, wie ben ik om te zeggen dat het niet mag? Ik bedoel, maar goed, als u hulp hier in Rotterdam nodig hebt of voor een slaapplaats of wat dan... Dank, Pauluskerk. Kan u daar terecht. Ja. Hè, dan... Je kan ook koffie krijgen daar en boterham. Dat is fijn, ja. Dat is, dat... Ik kan me ook voor of een keer douchen, ik bedoel, kan ook voor voorstellen. Dat is ook heel fijn altijd. Ja, daarom is daar de mogelijkheid op. Zeker, dank. Maar het is in ieder geval niet de bedoeling, zeg maar, dat u hier op straat gaat slapen, zeg maar. Dus, kijk, ook al bent u, zegt u, ik ben hier over 5 dagen weg. Ja, ik vind het prima. Ja. Maar dan is het niet de bedoeling dat u hier in Rotterdam Centrum, zeg maar... de straat als uw slaapplek gaat gebruiken, want dat is gewoon verboden hier, simpel. Ja, nee, maar het is overal verboden, dus dat is nog simpeler eigenlijk, toch? Het is eigenlijk heel simpel. Nou ja, weet je wat is, kijk, weet je, u ligt natuurlijk nu echt midden op de straat. Nee, ik zit op de stoep. Een meer bedekter plekje, zeg maar. Ja, nee, maar dat heb ik inmiddels ook wel begrepen. Dus wat dat betreft, maar we treffen u wel hier aan. Dat is zo, ja. Zeg maar, dat dus is dat zo. Is wel even de... Dus we zoeken u toch vriendelijk om toch ergens anders heen te gaan. Ja? Ja. Dat verzoek ik. U kunt hier niet blijven. Waarom kan ik hier niet blijven? Omdat het hier toegestaan is, mee. Om op openbare weg te slapen. Dus ja, maar goed. Dat niet gaan tolereren. Nou, waarom niet eigenlijk? Ik bedoel, ik weet dat het volgens de letter niet is toegestaan. Dat is niet aan ons. Die wet is ooit een keer ontstaan. Ja. Dus ze willen het gewoon niet, punt. Nee, ja. Ik vraag me wel eens af waarom dus niet. Dan. Nee, ja, okay. Ik heb toch wel een beetje rare ideeën daar inmiddels over. Ja. Maar goed, die vraag zou toch zeer op de prijs stellen als u gaat vertrekken. Of in ieder geval in beweging komt. Ja? Ja. Ik zou u even vertrekken. Oh, maar ik heb het niet in.
doen ze in die zin. En jullie denk ik ook niet. Dus ik zal wel hier vertrekken. Oké, okay, dan wens ik nog. Ja? Dus, ja? Ja. Prettig dag. Dank u wel. Dan is het toch helemaal niet. Nee, maar het slapen op de openbare weg, zeg maar, is verboden. Ja, maar alles is de openbare weg, dat hebben we al besproken. Ja, dus ja, daar komt eigenlijk wel mee. Je mag niet op straat slapen, dat is eigenlijk, dus ja. Ja, maar... Net wat je zegt, dus op het moment dat je nu morgen nacht om de hoek gaat liggen, dan hebben we eigenlijk hetzelfde probleem. Nee, maar als ik... Er wordt overdag word ik ook wakker gemaakt. Ja, als je overdag ligt te slapen, dan is het toch ook openbare weg. Dus je mag sowieso niet slapen? Nee. Nee. Nou ja, je mag wel slapen, maar dan binnen. Binnen? Ja, bij het leger of in je woning of in een hotel. Ja, maar ik ben dakloos en nogmaals, er is voor mij een goede reden om niet bij het leger des Haals te willen. Maar zoek dan, probeer dan wat anders te fixen, want dit is toch geen... Ja, maar er is niks anders. Als dakloze is er niks anders. Wat is die goede reden dat je niet bij het leger kan? Ja, daar heb ik goede redenen voor, ja. Maar wilt u die delen met ons? Ja, ik wil dat wel delen. Ik heb met heel ontzettend veel daklozen gesproken. Mm-hmm. En die zeggen eigenlijk allemaal dat je bij het leger des Heils risico loopt om te worden, om gewoon daar gewoon gek te worden gemaakt, te worden gepest, te worden gewoon getraineerd. Door wie? Door de andere daklozen? Nou nee, ja, onder andere, maar dan worden de andere daklozen toegewezen bij jou op een kamertje, of er wordt medicatie door je eten gedouwd, of je wordt gewoon domweg van de trap gegooid. Okay. Maar dus... door andere daklozen of door begeleiding daar? Nou ja, dat is onduidelijk. Dat kan door een medewerker zijn of door... Dat is nooit te weten. Ja. En ik heb dat echt heel systematisch van heel veel daklozen gehoord. Nou ja. En de enige manier om bij het leger des Heils te overleven... is wanneer je heel gedwee bent en echt... dat je alles doet wat ze maar zeggen. Ja. En... Ja, ik zit daar gewoon niet op te wachten. Heeft u het wel eens geprobeerd? Wat zegt u? Heeft u het wel eens geprobeerd? Nee, ik heb het niet eens geprobeerd. Dus wat dat betreft... maar... Ja, gewoon is de moeite waard om het te proberen. Ik bedoel, ja, nu liggen we hier. Ik vind dat niet de moeite waard. Ik bedoel, de laatste keer dat ik... Dat ik advies opvolgde van politie of BOA door te doen wat ze zeiden. Toen ben ik allemaal spullen kwijtgeraakt en werd al mijn spullen ook gewoon overgepiest. Ja, nou ja, dat is ook vervelend. Dus... Dat is ook niet onze intentie, hè? Maar wij proberen u te helpen, zeg maar. Wij proberen eigenlijk een compromis te sluiten, zodat wij u niet meer elke nacht wakker hoeven maken, zeg maar. Want daarvoor zijn wij ook niet bij de politie gekomen. En wij zien ook wel van, ja, weet je, nu is het, wat zal het zijn, 5, 6 graden, misschien iets meer. Maar het gaat steeds kouder worden. En dat gunnen we u ook niet. Ja, maar ik heb het warm. Ja, nu. Maar wat is het straks min 10 is? Ja, dat weet ik niet, maar ik ben hier straks niet. Ik ben nooit langer dan 10 of 10, 14 dagen in een stad. Dus, ik heb u nu al, ik zie u al een week. Dat klopt. Vorige week had ik ook nachtdiensten, toen kwam ik hem ook tegen. Nee, maar dat zeg ik. Ik zit niet langer dan 10, 14 dagen in een stad. Nee. Waar gaat u dan heen dadelijk? Hm? Waar gaat u dan heen over een paar dagen? Nee, dat weet ik niet. Dat voel ik een beetje aan of zo. Ja. Maar goed, ik vind het wel heel raar hoor. Want normaal gebeurt er een melding en zijn er burgers die zich misschien storen aan. Ook een melding. Ja, van de burgemeester. Nee, het is zeg maar zo. In heel Rotterdam is cameratoezicht. Ja, nee, dan wordt er vanuit de meldkamer dan zelf een melding aangemaakt. Nee, vanuit
naar de gemeente. Die zien u zeg maar op hier liggen. En dat was daar precies heen. Hè? Ja. En die zeggen dan tegen ons, van, ja, er ligt dus daar iemand te slapen. En dat mag niet. En dat het nu heel rustig is, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Maar dat kan ook niks aan de wet- en regelgeving die hier geldt. En dat is de reden waarom wij hier elke keer bij u aankloppen. Ja, nee, maar goed, zoals ik het nu begrijp, is gewoon heel specifiek dat ook de burgemeester die gewoon zegt, nou, dit moet tot stoppen of zo. Of, nou, de APV van Rotterdam, ja, dat niet mag. Nou, nee, ja, het APV. Maar dit is gewoon dit is gewoon de burgemeester die zegt, het moet gewoon stoppen. Ja, dat is de gemeente. Ja, dat is ook. Ja, en dan denk ik zo, ja, van, ja, maar waarom dan, jongens? Wat is dit voor een... Ja, weet je wat het is? Kijk, weet je wat, als iedereen die dakloos is, echt de zaakjes op straat gaat slapen. Ja, dat begrijp ik, ja. Dan wordt het één grote... Dat heb ik ook wel eens gehoord, maar ik vind eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, dat daklozen eigenlijk juist dat zouden moeten mogen. Omdat, als ik zie hoe mensonterend ze nu zich moeten verstoppen in allerlei hoeken en gaten en opgejaagd worden. Huh? Sorry hoor, maar elke avond krijg ik huilende mensen langs. Omdat ze gewoon het geld er niet voor hebben. Of omdat ze zelf niet onder de voorwaarden vallen dat ze er recht op hebben. Ik heb mensen langs gekregen die dan weer wel en dan weer niet ergens mogen slapen. Buitenlandse mensen hebben veel... Wij komen natuurlijk heel veel mensen die dakloos zijn zeg maar mee in aanraking. Ja. En we kennen vaak ook wel andere verhalen. Ja. Ja, er zitten regels aan vast. Nee, dat begrijp ik, maar... Het is wel zo in het leven dat we regels hebben. En daar hebben we allemaal mee te dealen. En op het moment dat we met drugs daar binnenkomen, ja, dat is niet toegestaan. Nou, ik heb dakloze opvang meegemaakt. Daar wordt juist gewoon binnen gebruikt. Er zijn kamers, worden daar aangewezen ervoor. Maar die mensen die worden gewoon aan het lijntje gehouden. Nou, die mensen hebben dat nodig. Ik denk inderdaad niet dat het de intentie is om aan het lijntje te houden, maar dat het meer een oplossing is om die mensen ook een dak boven de hoofd te bieden. Als die mensen niet gebruiken, dan worden ze doodziek. En daarom zijn er soms speciaal... Nee, dat begrijp ik wel. Ik begrijp dat uitgangspunt wel. Ja. Maar ik begrijp niet dat mensen dan voorwaardelijk een plek hebben. Want de ene keer dan mogen ze wel, en de andere keer omdat ze zich misdragen hebben of zo, dan worden ze er gewoon uitgeschopt. Maar het is om andere mensen daarin ook te beschermen. Hè? Kijk, met z'n allen zitten ze in een huis. Als eentje zich misdraagt, ja, dan verpest hij het voor zichzelf. Maar ja, als ik me thuis misdraag, dan trapt mijn vrouw me ook de deur uit. Zo is het toch? Nou, zoals ik het zie is, je hebt gewoon een plek nodig die onvoorwaardelijk van jou is. Omdat je dan alleen dan tot een bepaald gevoel van veiligheid komt. Het hele probleem van de meeste daklozen en waarom ze emotioneel instabiel worden of raken, is domweg omdat ze geen veilige plek hebben voor zichzelf die van hun blijft. Dus het zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt, dat je dan weer wel, dan weer niet, dan weer gescheiden van je spullen bent, dat zorgt voor geestelijke instabiliteit en niet zozeer die regels. Die regels zijn juist eerder... destabiliserend in zo'n situatie. Ja, mag ik vragen waarom bent u dakloos? Want u komt echt wel over als een hele individu die wel weet hoe het werkt. Ja, ik heb 5 jaar psychologie gehad als student. Ja. Maar ik ben dakloos geworden juist omdat ik intelligent ben. Ja, dat klinkt raar. En ik ben een atypische dakloze, maar ik ben bepaalde dingen gaan zien in de samenleving. En daarvan heb ik gewoon gemerkt, het klopt gewoon niet. Dit is precies zo'n ding, het klopt niet. Sorry dat ik het zeg, ik bedoel het goed. Maar de wijze waarop handhaving met daklozen omgaat, dat leidt gewoon tot structureel systematische kapotmaken van die mensen. Want wat jullie nu doen in opdracht van de burgemeester, jullie maken mij hier wakker en dat gebeurt bij al die daklozen 's nachts. En jullie zijn dan nog aardig, maar gisteren of 2 dagen geleden ben ik overdag door BOA's gewoon echt heel ruw wakker gemaakt. En die schof die maakt ook gewoon gebruik
gebruik van NLP. Dus dan maken ze... Die maakt gebruik van NLP. Ja, neurolinguistisch programmeren. Dat betekent dat als, dan maak je heel ruw wakker. En dan zit je eigenlijk nog in een... Je hoofd zit nog in een remtoestand, hè, van je remslaap. En dan gaan ze je vertellen, ja, je bent verward. Terwijl ik helemaal niet verward was. Dus dan gaan ze je opzettelijk allerlei dingen inpraten. Wat gewoon heel diep binnenkomt. Want je volledig kwetsbaar bent op dat moment. En vervolgens word je ook verward. Want dat, je kan heel makkelijk mensen op die manier hypnotiseren. Nou ja. En dat doen ze expres. Nou, je hebt er wel verstand van. Nou ja, ik heb dat opgenomen. Ik heb het gewoon opgenomen dat die... Ja, ik kan er nu zo boos om worden. Ik heb dat opgenomen, maar dat, is echt, dat zijn echt schoften gewoon. Als je op die manier mensen destabiliseert. En dan later, die daklozen, die komen dan op de opvang of weet ik veel. En dan gedragen ze zich, zeg maar, agressief of weet ik veel. Ja, ik vind je dat gek, joh. Als je drie keer per nacht wordt opgejaagd en gewoon midden in je slaap, bam, eruit wordt geklapt. Ja. Dat binnen de mensenrechtenverdragen heet dat martelen. Daarom zeg ik ook, zeg maar, het is ook niet de reden waarom wij bij de politie zijn gekomen. Maar het is wel iets wat bij ons werk hoort, waarbij wat wij moeten. Nou, ik denk niet dat dat bij jullie werk hoort. Ik denk ook niet dat jullie dat moeten. Ik denk wel, in dit geval, dat er een specifieke opdrachtgever is. Ja. En dan vind ik... En ik vind dat ook eigenlijk die persoon aanrekenbaar. Maar dat is een andere oplossing. Ja, ik heb wel een andere oplossing, ja. En dat is gewoon geen gehoor geven aan zo'n opdracht. Dus iedereen maar op straat laten slapen. Ja. En met alle... wat kijk ik, u hebt uw spullen netjes op een karretje, zie ik. Ja. Dus nee, rommel maken, daar hou ik niet van. Nee, oké, maar dat vind ik niet netjes. U bent wat dat betreft, als ik het zo mag zeggen, een hele unieke dakloze. Dat is zo. Dat weet ik, dat geloof ik. Dat is best wel op orde, zie ik. Hè? We hebben een slaapzak, zeg maar. Ik ben best wel bestemd. En we zoeken ook een plekje op wat veilig is. Ja. Maar dat is eigenlijk... Nee, ik weet wel dat sommigen er een zooitje van maken, maar jullie kennen die Misha. Dat is een, die staat, dan wordt er gezegd dat die Stennis schopt en noem maar op. Maar ik heb, ja, nou goed, een daar andere dakloze die hier best wel zichtbaar is en mensen vinden dat intimiderend. Nou ja, en dan praat ik met die jongen en dan elke keer dan schiet hij in de stress en trauma en dan... En ik help hem gewoon... Radicaal is dat. Ja, en ik help hem gewoon met een paar keer met gewoon liefde, gewoon warme woorden. En ik leg hem uit, ja, als je je uit de kast laat trekken op die manier, dan komt het niet goed. Maar als je gewoon door je verdriet heen gaat, en gewoon je kwetsbaar durft op te stellen, dan stopt de stress, dan word je gewoon meer mens. En hij begrijpt dat gewoon. En hij wordt gewoon meer mens. Er is zo ontzettend veel wat we kunnen doen voor daklozen. Die kunnen zoveel menselijker worden, ook door menselijk behandeld te zijn. Er is één strategie die werkt gewoon altijd. En dat heet housing first. Daar zijn... Hi. Ik zit hier op een hele bijzondere plek. Het is nu ongeveer 16 jaar geleden dat ik ingehuurd was om als typetje rond te lopen in Nederland. Als Song Li Li. En Song Li Li was een typetje die als dank voor wat Guus Hiddink gedaan had voor het Koreaanse elftal in Korea, naar Nederland kwam. Om Guus Hiddink te bedanken en om het Nederlands elftal tijdens de EK toe te zingen en te juichen. En het was een soort concept bedacht door ik weet eigenlijk niet precies wat de functie was. Maar de een die was echt wel een agent voor bekende Nederlanders. Die had heel veel in zijn portefeuille. En de ander die deed een stukje marketing en business contacten.
En dat was een hele happening, want ik ben eigenlijk van hot naar her gestuurd, allerlei liedjes ingestudeerd en ingezongen. De bedoeling was dat er een hit uit voort zou komen, à la You Never Walk Alone. Om zodra het Nederlands elftal succesvol zou zijn, dat je een hit had en daar gewoon geld, goed geld aan kon verdienen. Maar het hele project werd echt super zwaar, althans zwaar aangekleed, ingewerkt als het ware. Ik ben zeker zo'n 4-5 keer in de privé geweest, 2 keer op RTL Boulevard. Ik heb half BN Nederland de hand geschud destijds. En Guus Hiddink ook nog live gesproken en een cd overhandigd. En al die tijd heb ik me voorgedaan als een Koreaan die geen Nederlands kon. En dan werd er maar verzonnen dat ik een paar maanden bij de nonnen in Vught Koreaans had geleerd. Dat was eigenlijk allemaal omlijsting. Om het geloofwaardig te maken dat ik een echte Koreaan was. En ik heb daardoor eigenlijk wel heel goed leren zien, of heel goed geleerd, hoe media, zeg maar, kan worden gemanipuleerd om mensen iets te doen geloven. Want alle BN'ers die dachten gewoon dat ik een Koreaan was, Song Lili. En dat gaat eigenlijk wel heel makkelijk, omdat je alleen maar een paar foto's nodig hebt van jezelf met bekende mensen, waardoor andere mensen gaan denken, dan moet hij ook wel belangrijk zijn. Tegelijkertijd, als je inderdaad advertentieruimte of artikelruimte kunt inkopen of dealen, zeg maar, onderhandelen, dan kan je gewoon artikelen laten plaatsen in kranten en op televisie, zodat mensen het geloven. En dat gaat al heel snel. Dus ik heb ook diverse locaties heb ik in cafés gezongen, ben ik bij premières geweest, ben ik zelfs naar Lissabon gegaan. Heb ik ook een Tour d'Asperge mee gefietst samen met Guus Hiddink. En Guus Hiddink die begreep op een gegeven moment wel dat het allemaal niet zo klopte. En dat kwam ook omdat er in de metro een scoop eigenlijk was geplaatst over dat Song Lee geen echte Koreaan is. Guus Hiddink die nam me dat destijds wel een beetje kwalijk. Dus tijdens de Tour d'Asperge, waarin we in Limburg 200 kilometer hebben gefietst op de snelweg ook, onder begeleiding van de motorpolitie, was de deal eigenlijk, laten we het niet verder over hebben, maar hou me maar wel gedurende de hele Tour d'Asperge, want dat was een fietstocht op racefietsen in verschillende etappes met heerlijke gerechten ondertussen in allerlei verschillende restaurants, allemaal gebaseerd op asperges voor de opening van het aspergeseizoen. Dus Guus Hiddink die zei van als jij me nou deze hele etappe uit de wind houdt, dan vergeef ik het je. En dat heb ik gedaan. Ik heb nooit zo veel gefietst en hard gefietst ook. Maar het heeft mij wel een heel duidelijk beeld gegeven hoe media kan worden gemanipuleerd om mensen, het volk, te doen geloven dat er een realiteit bestaat die gewoon verzonnen is. En net zoals onze prachtige traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet, waarbij juist het essentieel is dat Zwarte Piet volledig zwart is, omdat alleen dan familieleden niet herkend kunnen worden door de kinderen. Is het geheel in lijn van die traditie eigenlijk het kunnen bespelen van mensen, het ergens in doen geloven en dan op een gegeven moment ook ontdekt worden dat het niet waar is. Ik ben daarvoor ook Mike Dobbinga, destijds de agent, de agent, en René van As, super dankbaar en erkentelijk voor die ervaring die ik heb mogen hebben. Toen heb ik eigenlijk al een soort voorbode gehad over hoe mensen kunnen reageren als je iets gaat doen wat totaal buiten de gangbare paden zit. Want ik was destijds hoofdredacteur van de Uri Shimun. En dat was een magazine van een vereniging voor geadopteerde Koreanen in Nederland. En ik wilde dat ook eigenlijk daar ook in schrijven en ook
de verenigingsleden betrekken in het project wat ik deed. Omdat ik juist eigenlijk vond dat, er waren leden die vonden dat het typetje stigmatiserend werkte ten aanzien van Koreanen. Maar de essentie voor mij was juist dat het zo overduidelijk een typetje was. En dat de ontknoping zo overduidelijk alle mensen die erin geloofden en die Koreaans gingen doen, zeg maar, en de Chinese leuzes, Wing Wang Woki, weer tevoorschijn zouden halen, eigenlijk ja, door de mand zouden vallen. Dus dat was een hele happening. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik ben super dankbaar voor die ervaring. Maar daardoor is het voor mij eigenlijk heel makkelijk om te zien hoe makkelijk het volk gemanipuleerd kan worden. En ook dus hoe makkelijk het is wanneer mensen volledig prat gaan op bijvoorbeeld in de NOS-journaal. Waar doodleuk wordt vermeld dat er maar 18.000 demonstranten in Duitsland waren. Maar dat, terwijl het om honderdduizenden ging. Hoe makkelijk het is om eigenlijk het volk te manipuleren. Met een paar publicaties, met een beetje duurdoenerij, een beetje belangrijk doen als het ware. Met de foto's van de juiste momenten. En het volk, wij, de burgers, wij slikken dat dan gewoon. En daarom is het een hele bijzondere gelegenheid voor mij om tijdens mijn dakloos bestaan, als het ware, rond te lopen hier. Want ik begeef me nu bij eigenlijk een van de centrale plekken waar alle onzin, als het ware, Nederland binnenkomt. En dat is hier bij de radiotoren, de radiotelevisietoren. En deze radiotelevisietoren, daar heb ik een hele bijzondere ervaring gehad, omdat ik in die toren een interview had gegeven als Song Mi-li. En dat was destijds met Henk-Jan Smit. En dat was een hele bijzondere uitzending. Want Henk-Jan Smit die begreep ook wel dat het niet helemaal klopte allemaal. Maar op de een of andere manier, omdat ik ook zelf heel enthousiast in mijn rol zat, brak wel het ijs en moest hij er echt wel om lachen wat er gebeurde. En had ik wel een beetje de medewerking daardoor van Henk-Jan Smit. En jongens, zo worden de leugens gemaakt. Het is echt heel makkelijk. En, zeker als mensen ingeschakeld worden die van hun baan afhankelijk zijn voor inkomsten. En zich in moeten likken als het ware binnen dat hele kleine clubje bekend Nederlanders. Dan ontkom je er niet aan om eigenlijk ook gewoon naar de pijpen van de mediabonzen te dansen. En ik heb zelf meegemaakt samen met die agent hoe makkelijk het is dat om bekende Nederlanders te maken en te breken. Want op het moment dat ze niet in de pas lopen, ja, dan raken ze gewoon onmiddellijk eigenlijk hun BN-status kwijt. En er hoeft maar één of twee nepartikelen te worden geplaatst of dingen waarvan de agent weet dat schadelijk zal zijn voor je reputatie en je wordt gewoon gebroken op dat moment. Dus het is een heel klein wereldje in Nederland, medialand. Er zijn denk ik misschien 4, 5 echte mannetjesmakers die bepalen wie mag doorbreken als BN'er en wie niet. En als je niet deze mensen pleziert, dan ben je de klos. Daarmee heb ik niet gezegd dat al die mannetjesmakers slecht zijn. Ik heb zelf een hele positieve ervaring dus met Mike Dobbinga. Maar het geeft maar weer hoe ontzettend dun eigenlijk de realiteit is die gecreëerd wordt voor de burgers in Nederland qua media. Dat is echt heel klein. En ik dacht een lange tijd sinds die coronamaatregelen uitbraken dat alle bekende Nederlanders wel als het ware onder hetzelfde hoedje zouden meespelen met die corona-uitbraak. Maar in mijn ogen, sinds ik nu een video ook heb gezien van Gordon, waarin die het gewoon tot tranen toe geraakt is door het feit dat zijn prachtige horecagelegenheid bij een museum gewoon kapot aan het gaan is door die maatregelen. Daaruit leid ik gewoon af dat veel van de bekende Nederlanders niet meedoen in dat bizarre spel om angst te creëren bij de mensen. Er zitten heel veel BN'ers die vanuit goed hart altijd gewoon mooie programma's hebben willen maken. En
Dus mijn hoop is een beetje erop gevestigd dat deze, ja, jullie, jongens, jullie, ja, Gordon, jij ook, gewoon naar buiten gaan komen met het feit dat wat er nu gebeurt en wat de overheid aan maatregelen neemt, dat dat gewoon echt niet kan. Het is 11:55, zo niet al 12:30. De macht die de regering nu naar zich toe trekt is echt ongekend. Mensen hebben dat echt gewoon niet door wat dat betreft gebeurt. Een spoedwet waarin je op basis van vermoedens van besmetting, en dan ben je nog niet eens ziek, gewoon geïsoleerd kunt worden. Hè. Geïsoleerd, dat betekent dus dat niemand weet waar je bent. Niemand kan zien wat er met je gebeurt. Niemand kan ingrijpen op het moment dat daar onrechtmatigheden gebeuren. En geloof me, die gaan gebeuren. Dus allemaal om je gewoon klein te houden en te krijgen. Dus voor mij een bijzondere gelegenheid. En daarom ook een lieve groet aan alle mensen die wakker aan het worden zijn. En hier tegen strijden. Maar nogmaals, medialand Nederland is flinterdun. Dus het gaat om maar eigenlijk heel weinig mensen die echt de lakens hierin uitdelen. En de infrastructuur is ook allemaal, eigenlijk heel erg centraal geregeld. Hè? Dus één uitzendtoren die het merendeel broadcast en door, waarbij de berichten door worden gerelayed door via andere stations. Ik zou zeggen, jongens, ook jullie die daar in de toren werken, die daar bij de infra werken, ook jullie worden wakker, zijn al wakker, voor zover ik begrijp. Ik zou zeggen, doe er wat mee. Doe er wat mee, praat met de mensen. En zorg ervoor dat, dat er een moment gaat ontstaan waarin we niet die bullshit krijgen. Maar dat een keertje de waarheid via de radio en televisie wordt verzonden. Het is noods helemaal niks verzonden. Want wat er nu allemaal via de televisie over corona naar buiten treedt, dat is echt gewoon ronduit belachelijk. Dus...